u een trouwe kijker bent van dit programma, dan weet u dat we bezig zijn met een serie over paramedische beroepen. Als we terugkijken zien we dat we fysiotherapie, ergotherapie, podotherapie, mondhygiëne en sesotherapie hebben behandeld. Vandaag zijn we te gast in de praktijk voor logopedie. We zijn inmiddels boven in de praktijk aangekomen. Ik zit tegenover Carlien Thewes. Zij is logopedist. En we zijn eigenlijk benieuwd, Carlien, wat is nou precies logopedie? Nou, logopedie is een heel breed vakgebied. Eigenlijk hebben we 4 grote deelgebieden en dat zijn stem, taal, spraak en gehoor. Dus wij behandelen mensen met stemklachten, hees bijvoorbeeld. Wij behandelen mensen met spraakklachten, bijvoorbeeld mensen die slissen of een bepaalde klank niet uit kunnen spreken. Wij behandelen daarnaast mensen met taalproblemen, bijvoorbeeld kinderen die in de taalontwikkeling een achterstand hebben opgelopen. En daaronder valt ook mensen die een hersenbloeding hebben gehad en als gevolg daarvan een afasie, zoals wij dat dan noemen, hebben ontwikkeld. Daarnaast gehoor. En dat is eigenlijk een vakgebied dat wij in de praktijk niet veel tegenkomen. Maar als logopedist kun je werkzaam zijn op een doof of slechthorende instituut. We gaan zo meteen nog wat dieper in op elk onderdeel, denk ik. Hè? Want het is veel te breed om zo in één zin te kunnen samenvatten. Het is dus duidelijk dat logopedie meer is dan alleen stottertherapie. Komen jullie nou vaak tegen dat mensen denken, een logopedist die helpt mensen die stotteren en dat is het? Ja, absoluut. Met name ook denken heel veel mensen dat het gaat over spraak, over alleen maar over praten. En dan heb je het dus over eigenlijk alles wat er in het mondgebied gebeurt. Maar het is veel breder dan dat, het gaat veel dieper. Vandaar dat we hier te gast zijn vandaag en we willen de mensen thuis laten zien hoe breed logopedie eigenlijk is. Ik denk dat het leuk is om te beginnen met een patiënt of dame die we uitgenodigd hebben om te laten zien wat zij elke week hier komt doen. Of hoe vaak komt ze hier eigenlijk? 1 keer in de week. Dit is Deborah de Graaf. Deborah de Graaf die komt 1 keer in de week bij mij voor behandeling van spraaktaalproblemen. Onder andere voor woordenschatuitbreiding. En daar zal ik nu een stukje van laten zien. Deborah, weet je nog dat we het wel eens hebben gehad over allemaal dieren? Ja. Ja? Zullen we die weer eens gaan bekijken? Goed. Mag jij mij vertellen wat het is? Een beer. Goed. En hoort hij in de dierentuin? Ja. Of op de boerderij? In de dierentuin. In de dierentuin. Zullen we de dieren die in de dierentuin horen aan die kant leggen en op de boerderij aan deze kant? Ja. Doe maar. Wat is dat? Een spin. Waar hoort die? Bij de boerderij. Aan deze kant, hè? Ja. En die dan? Een aap. Leg hem er maar bij. Die kant, goed zo. In de? Dierentuin. Ja, zo is dat. Schaap. Leg hem maar neer. Op de? Boerderij. Goed zo. Paard. Waar moet hij neergelegd? Bij de boerderij. Die kant, hè? Heel goed. Nee, goed. Nou, waar zou die nou moeten? Bij de boerderij. Kan wel, hè? In ieder geval niet in de dierentuin. Leg hem er maar bij. Goed zo. Een moeilijke. Vos. Goed zo. En waar hoort die nou? Bij de boerderij. Ja? Vindt goed. Leg hem er maar bij. Carlien, we zien je nu bezig met Deborah. Ja. Dat is op zich een heel leuk spel. Maar wat wil je hiermee bereiken? Wat doen jullie? Wij gebruiken deze plaatjes voor het uitbreiden van de woordenschat. Dus sommige kinderen hebben een te kleine woordenschat voor hun leeftijd. Deborah is 7 jaar oud. En deze oefening doen we om die woordenschat uit te breiden. Wat kan daar de oorzaak van zijn? Daar kan heel veel oorzaken kunnen daarvoor zijn. En het kan ook gewoon alleen maar op zich bestaan. Dus alleen een woordenschatprobleem. Dat kan. Maar het kan ook in het kader van een heel taalprobleem voorkomen. Het kan voorkomen in een totale ontwikkelingsstoornis. Eigenlijk zijn er heel veel oorzaken te noemen. Wat doen jullie nog meer in zo'n middagje therapie of uurtje, half uurtje?
We behandelen een half uurtje. En we oefenen met zinnen bijvoorbeeld. De zinsbouw oefenen we. Als die niet goed genoeg is. Gaan we nu ook even naar kijken. Ja, is goed. Deborah, deze dieren, die hadden we nou neergelegd. En die horen in de... Dierentuin. En die horen op de... Boerderij. Nou, pak er eens eentje uit. Die. Kan je daar een zinnetje bij maken? De paard gaat rennen. De paard gaat rennen. Is dat goed? Bijna is die goed, hè? Het paard gaat rennen. Kun jij die nog een keer zeggen? Het paard gaat rennen. Helemaal goed is die. En kan je daarna nog wat over vertellen? Het paard gaat lopen. Het paard gaat lopen. Mag ik eens kijken? Hij is wel aan het lopen, ja. Wat voor kleur heeft hij? Bruin, met zwart en wit. Ja. En waar zit het wit? Zijn neus. Op zijn neus. Bij dit spelletje verbeter je af en toe een woord. Ja. Hoe ver ga je met dat verbeteren? Wij verbeteren op het moment dat een zin niet goed gezegd wordt. Want dat is eigenlijk het probleem waar Deborah voor komt. Uitspraakfouten verbeteren we nu niet, omdat we daar niet mee bezig zijn. En dat is ook geen klacht van Deborah. Dus het blijft beperkt tot de zinsbouw. Oké, Deborah, we gaan nog even met de knuffelkaartjes aan de slag. Dat doen we ook altijd, hè? Ja. Dan zal ik ze er even uithalen uit het doosje. Alsjeblieft. Nou mag je ze even schudden, hè? Kan je ook lezen wat daar staat? Ik heb alles op mijn zoom. Ja. Wat is het eerste woordje? Ja. En dan? Om. Ja. Om een keer. Ja. De. Ja, deel. Leg hem eens even neer. Wat is dat laatste woord? De. En dan? En welk woordje is dat dan? Zal ik je een beetje helpen? Lastig, hè? Wereld. De omgekeerde wereld. En dan staat hier onder. Zet alles op zijn kop. Ga ik hem even opzoeken, hoor. Ik kan hem niet vinden. Even goed kijken. Dat is hem, hè? Leg hem er maar op. Goed zo. Moet hij zo? Goed zo. Hey. Wat zie je als je op zijn kop hangt? Kast. De kast? En hoe ziet hij er dan uit als je op je kop hangt? Wat denk je? Zet hij op zijn kop. Ja, dan staat hij op zijn kop. Dat ziet er heel anders uit, hè? Kun jij op je handen staan? Ja. Ja? Tegen een muur zeker. En kan je dan ook van alles zien? Staat dan ook alles op zijn kop? Ja. Wil jij wel eens alles anders doen? Ja. Wat dan bijvoorbeeld? Voetballen. Heb je dat nog nooit gedaan? Nee, zou je dat wel willen? Kan dat ook wel? Ja. Meisjes kunnen ook wel op voetballen? Ja. Oké.
Dat is iets heel anders dan anders, hè? Zijn er nog andere dingen die je ook wel eens anders zou willen doen? Sporten. Ja, wat voor sporten? De handstand. De handstand, ja, dat is wel sport, ja. Nou, dat laatste testje, dat is ook weer een beetje hetzelfde, denk ik, hè? Wat was dat voor? Ja, dat is eigenlijk gewoon een oefening die we ook kunnen doen voor... En woordenschatuitbreiding en zinsbouwoefening zit daar ook bij. Aan de hand van die kaartjes kun je ook een onderwerp bijvoorbeeld uitdiepen, daar dieper op ingaan. Als we het hele traject bekijken, hoe komen dan mensen bij een logopedist en hoe gaat het dan verder? Ja, nou, mensen worden naar ons verwezen door diverse kanalen. Onder andere de huisarts is een hele belangrijke verwijzer. Maar scholen verwijzen ook kinderen, soms via de KNO-arts... Soms via een consultatiebureau. Er zijn verschillende wegen waarop mensen, zowel kinderen als volwassenen, bij ons terechtkomen. En als ze hier dan aangemeld zijn, hoe gaat het dan verder? Wij beginnen altijd met een onderzoek en dan ligt het dus aan het vakgebied. Dus stem of spraak of taal, wat voor onderzoek je gaat doen. Maar we maken altijd eerst, doen we een onderzoek om te kijken wat er nou precies aan de hand is. Hoe lang duurt zo'n behandeling dan? Je bedenkt, dit is het probleem, dan gaan we dit aan doen. Hoe lang duurt dat? Bedenk je dat van tevoren of kijk je hoe het gaat? Dat is heel afhankelijk van de patiënt of cliënt zelf. Als we nou naar Deborah kijken bijvoorbeeld. Deborah is al een hele tijd in behandeling, al wel 1,5 jaar denk ik. Vooral de problemen, de kinderen met problemen op spraak en taalgebied, ja, dat duurt gewoon vaak heel lang. Dat zijn vaak hele langdurige behandelingen, omdat er ook heel veel verschillende problemen aan de orde komen. Als je dan terugkijkt naar 1,5 jaar geleden en nu, ja. Wat zie je dan voor verschil, voor vorderingen? Je ziet absoluut verbetering. Wij doen dan ook bijvoorbeeld, om dat goed in kaart te kunnen brengen, doen we het onderzoek wat we aan het begin doen. Doen we bijvoorbeeld na 3/4 jaar of na 1 jaar nog een keertje. En daar kun je dus heel goed verbetering uit opmaken. Er zijn 4 aandachtsgebieden. Welke 4 zijn dat en wat kun je daarover vertellen? Ja, de aandachtsgebieden binnen de logopedie zijn stem, spraak, taal en gehoor. Over gehoor kan ik heel kort zijn. Dat is wel een vakgebied van de logopedie. Dus als je afgestudeerd bent, kun je terechtkomen op een dove, slechthorende school. Waar je met gehoor te maken hebt. In de eigen praktijk kom je dat niet veel tegen. Waarom niet? Kinderen met die problemen, of die een gehoorapparaat moeten krijgen, of lipleestraining, of dat soort oefeningen, komen meestal op een speciale school terecht. En daar is de kennis in huis om dat te behandelen. Dat is 1 gebied? Dat is 1 gebied. Tweede gebied is stem. Dan heb je het bijvoorbeeld over mensen met heese stemmen. Zowel volwassenen als kinderen behandelen we daarvoor. Volwassenen bijvoorbeeld kun je denken aan mensen die in het onderwijs werken, die hun stem vaak kwijt zijn, die keelpijn hebben, dat soort klachten. Je zou niet denken dat dat bij een logopedist behandeld moet worden. Hoe kom je erachter of het een heesheid ten gevolge van verkoudheid is of echt een gebied om te trainen? Ja, een heesheid ten gevolge van verkoudheid behandelen wij natuurlijk niet. Het is echt een probleem wat dan herhaaldelijk voorkomt. Bij de KNO-arts kan bekeken worden of er een afwijking aan de stembanden is. En of daar iets aan gedaan moet worden. Maar heel vaak komt heesheid door een verkeerde manier van ademen, een verkeerde houding en een verkeerd gebruik van die adem om een stem te geven. Dus door forceren van de stembanden kunnen er klachten ontstaan. En wij kunnen mensen leren om op een goede manier de adem te gebruiken. Ook een goede manier om adem-stemkoppeling te maken. Vooral mensen in het onderwijs kunnen daartegen aanlopen. Maar ook bijvoorbeeld mensen in sportgelegenheden, in zwembaden. Die moeten toch vaak heel hard hun stem gebruiken en kunnen dat gaan forceren. Bij kinderen aan de andere kant kan het komen door te veel schreeuwen. Verkeerd gebruik van de stem. Ja, het is nooit 1 factor, hè? Nee. Meerdere tegelijkertijd, ja. Dan hebben we nog een gebied. Ja, de spraak. Spraak kun je dan bijvoorbeeld onderverstaan kinderen die slissen, kinderen die bepaalde klanken niet uit kunnen spreken, die bepaalde klanken altijd vervangen door een andere klank. Kun je daar voorbeelden van geven?
Bijvoorbeeld kinderen die het nooit hebben over ikken, maar altijd over itten. Dat is wel iets heel bekends, denk ik. Itten na school of zo, zeggen ze dan. Dat zou kunnen zijn dat een kind de K niet kan zeggen. De oorzaak kan daarbij liggen in de ontwikkeling, de spraakontwikkeling. Bijvoorbeeld bepaalde klanken komen gewoon niet op gang en daar kunnen wij dan op oefenen. Wanneer moet het dan over zijn? Wanneer moet je actie ondernemen? Ik kan me voorstellen dat een kind van 3 dat nog mag zeggen en een kind van 5, dat is echt, moet goed gaan. Dat inderdaad kun je zo zeggen. Er is een bepaalde ontwikkelingsvolgorde van bepaalde klanken, wanneer die aangeleerd moeten zijn. En als hele grove regel kun je zeggen, als een kind 7 is, moeten alle klanken aanwezig zijn. Binnen die klanken zit dus ook een bepaalde volgorde. Dus bepaalde klanken zoals de P is een hele makkelijke, komt heel vroeg in de spraakontwikkeling. De R is een hele moeilijke, komt pas op het allerlaatst. Zo grof gezegd kan je dat dus zeggen. Heb je nog meer van die voorbeelden voor ons? Ik denk dat dat wel leuk is. Ja, eventueel bijvoorbeeld slissen. Kan je ook onder sprake, dus de kinderen die gaan een beetje praten. Met de tong tussen de tanden. Dat is eigenlijk, dat is ook een spraakprobleem waar wij mee kunnen oefenen. Wat ook onder de spraak valt, dat is kinderen die met de mond altijd open zitten. Dit. Dan worden de spieren in het mondgebied niet goed getraind. En kun je problemen krijgen met praten. Ook daar, daar behandelen wij ook op. Kinderen met een slappe mondmotoriek, zoals wij dat dan noemen. Het vierde gebied zijn we aan toegekomen. Ja. Welk is dat? Taal. Taal is een heel breed gebied. Een van de breedste gebieden, denk ik, binnen de logopedie. Je kunt dan denken aan kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Dus net wat we net met die spraakontwikkeling hadden, heb je in de taalontwikkeling ook. Op bepaalde leeftijd moet een kind bepaalde taal kunnen produceren. Nou, als je daar een probleem ergens in hebt, dan kan dat bijvoorbeeld liggen op het gebied van taalbegrip. Dat kan ook liggen op gebied van de taalproductie. En bij productie kun je dan weer denken aan woordenschat. Dus de woordenschat is te klein. Of de zinsbouw. De zinnen worden niet goed gemaakt. Als ik dit hoor, denk ik, hoe moeilijk om te bepalen wanneer is het nou echt een tekortkoming in ontwikkeling of een beetje vertraging. Ja. Want er is zo'n verschil in ontwikkeling. Ja, dat hebben wij gelukkig hele goede testen voor. Dus we kunnen dat dan testen en je krijgt daar gewoon een cijfer uit, een heel concreet cijfer. En aan de hand van dat cijfer kun je zeggen, er is een achterstand of niet. Want ook binnen normale taalontwikkeling is natuurlijk heel veel spreiding mogelijk. Stotteren, dat is een verhaal apart. Ja. Wat kun je daarover vertellen? Nou, dat is ook meestal het eerste waar mensen aan denken, hè, bij het woord logopedie, stotteren. Stotteren is heel complex. Daar zit namelijk ook altijd heel veel psychische problematiek bij. Dus je hebt eigenlijk het spraakprobleem en daarnaast zitten er veel emotionele factoren bij. Er is een speciale opleiding voor stottertherapeut. Die kan je doen na logopedie of na psychologie. Een van tweeën. En wat voor opleiding doe je als je logopedist wilt worden? Dan doe je de opleiding logopedie. Dat is een hbo-opleiding. Dus dat is eigenlijk de basisopleiding. Daarna kun je altijd heel veel cursussen en specialisaties gaan doen. Komen we weer terug bij wat je doet als je stottertherapeut wilt worden. Ja, dan kun je een opleiding doen voor stottertherapie. Dus dat wordt dan jouw specialisatie. En ik vind het heel prettig om mensen die het probleem stotteren te hebben door te verwijzen naar een stottertherapeut. Dat is toch hun vakgebied, hun specialisatie. Ik denk dat dat beter is. Daar zitten ze op het goede adres. Ja, absoluut. Wat vind je nou zo mooi aan het vak en wat zijn de moeilijke kanten? Ja. Het leuke van het vak is dat het ontzettend afwisselend is. Ik bedoel, je kan iemand hebben met een spraakprobleem, bijvoorbeeld slissen. Iedere persoon is toch weer anders. De behandeling is altijd weer anders. De een pikt het snel op, de ander langzaam. Bij de een moet je het spelenderwijs doen. Bij de ander kan dat veel meer met oefensituaties zijn. Dat is een uitdaging. Dat is elke keer weer een uitdaging. Spelende wijs. We zien ook een poppenhuis en allerlei attributen. Ja. Dat gebruik je allemaal om die kinderen een beetje uit de tent te lokken? Ja. Nou, niet eens echt uit de tent lokken alleen maar. Tuurlijk, je moet in het begin
moet je een band opbouwen met een kind of met een volwassene trouwens net zo goed. Dat doe je vaak door middel van spelen. Maar ook kun je daarbij bijvoorbeeld denken aan woordenschatuitbreiding. Ga maar bij een poppenhuis zitten. Vertel maar bank, kast, bed. Welke leeftijd hebben de patiënten? Nou, dat is al vanaf 2,5 jaar. En dan eigenlijk door tot 70, 80. Ja, want dat zijn weer de mensen bijvoorbeeld die een hersenbloeding bijvoorbeeld gehad hebben. Bijvoorbeeld, ja. En dan een avasie zoals je in het begin zei. Ja, een taalstoornis door een hersenletsel. Dus eigenlijk niet aangeboren, maar verworven noemen we dat. Nou, wat je leuk vindt is duidelijk, maar wat kan moeilijk zijn? Nou, tevens wat ik leuk vind is dus ook moeilijk. Kan ook moeilijk zijn. Het is soms heel moeilijk om, dan heb ik het met name over kinderen te behandelen. Het kan heel moeilijk zijn. Het leuke aspect is de uitdaging. En soms is dat heel lastig. Als het niet lukt? Als het niet lukt. Dat kan. Wat zou je willen veranderen binnen de beroepsgroep of binnen de praktijk? Ik denk toch dat het heel belangrijk is dat er meer bekendheid komt. Dus meer vakinhoudelijk. Wat doet een logopedist? Dat daar meer duidelijkheid over komt. Er is op het ogenblik ook heel veel aan de gang in logopedie. We hebben het over kwaliteitskringen, kwaliteitsnormen. Nou, noem maar op. Daar wordt heel veel aan de weg getimmerd. En ik denk dat dat een goede zaak is. Hoe zie jij de toekomst als logopedist? Het bevalt me op het moment eigenlijk heel erg goed zoals het nu is. Ik zit hier in de praktijk 2 dagen. Mijn collega Annelies van Grondelle zit hier 3 dagen. En we hebben allebei wel echt ons eigen stukje. Maar overleggen daarnaast ook over van alles en nog wat. En dat willen jullie graag zo houden? Ja, ik vind de samenwerking wel heel prettig. Dus naast dat je heel erg in je eentje zit in een praktijk, vaak als logopedist, heb je dan wel weer de ruggespraak van een collega die ook in de eentje zit. En ja, 2 weten meer dan 1. Carlien, dankjewel voor het kijkje in de keuken van de logopedist. En natuurlijk, Deborah, heel fijn dat je mee wilde werken. En wij zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van Los Medisch. Wij zijn er een volgende keer weer en dan weer met een ander paramedisch beroep. Graag tot dan.